lieve mensen, welkom terug op mijn kanaal ReVibes. Mijn naam is Angelique en ja, lieve mensen, bedankt iedereen voor alle nieuwe abonnees die ik erbij heb gekregen. Ik ben jullie super dankbaar voor jullie steun, maar voor jullie doe ik het natuurlijk ook. En samen staan we sterk en ik vind het mooi om te zien dat er zoveel waardering is, want zo zie ik het eigenlijk. Wat ik nog wilde vertellen is dat ik nog steeds bezig ben met natuurlijk de actie. Ik ben er bijna bij de 555 abonnees. Dus mocht je deze video kijken en je bent nog niet geabonneerd, meld je dan nog aan. Want je maakt kans op dit leuke affirmatiedek met leuke quotes erop. Dus er zit geen boekje bij. Het is een pocket edition. Erg leuk om erbij te hebben. Dit zijn voor beginners en gevorderden. Want het is makkelijk in gebruik. Je trekt de kaart en eigenlijk staat de tekst er al op. Dus dat is natuurlijk superleuk. Het enige is dat het natuurlijk wel in het Engels is. Dus houd daar wel rekening mee. Maar verder is het echt een superleuk deck. Je maakt ook nog kans op een van de readings die ik ga weggeven. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, meld je dan nog aan. Maak kans daarop. Dus vertel alleen wel wat je graag zou willen. Het deck of eventueel de reading. Dat is wel belangrijk, zodat ik interpretatief iemand kan uitzoeken of mensen kan uitzoeken. Want ik ga meerdere readings weggeven. Mocht je een reading willen, ik heb een Facebookpagina. Daarmee kun je privéberichten sturen. En dat kan hier helaas niet, kwam ik achter. Dus ja, heel stom, had ik niet bij nagedacht. heb je soms. Maar goed, in ieder geval. Zal ik de link hieronder zetten en dan kun je me daar ook vinden. Ik moet zeggen, ik doe er niet super veel mee. Nog niet in ieder geval. Maar ik vind het fijn om op één kanaal te focussen, zeg maar. Ik vind het prettiger, want ik merk dat ik niet zo goed ben in al die dingen bij te houden. Dus ik hou het op YouTube. Maar mocht je me privé willen contacten voor een boeking of eventueel om iets te laten weten of iets in het privé tegen me te zeggen, dan kun je daar dus Facebook voor gebruiken. Dus dat gezegd hebbende, ga ik verder met de teken Waterman. Lieve Waterman, hoe gaat het met jullie? Hoe hebben jullie deze afgelopen maand ervaren? Augustus was een heftige maand misschien voor sommigen. De Leeuwenpoort en de volle maan natuurlijk en Waterman twee keer al. Dus in jullie teken. Dus ja, dat zal misschien wel heftig kunnen zijn geweest voor jullie. Mijn ascendant is Waterman, dus ik merkte wel dat ik af en toe wat, of niet uit balans, maar ja, ik voelde de energie wel, laat ik het zo zeggen. De ene keer was ik heel moe en de andere keer was ik weer vol energie, dus ja, heel chaotisch allemaal. Maar in ieder geval, ik ga verder, want ik klets weer en door. Het is een algemene reading. Wat ik ook altijd zeg, mocht je nog niet geabonneerd zijn, kan het zijn dat ik je energie niet oprik, dat het daarom niet resoneert, maar het kan ook heel goed zijn dat je ascendant of je maan in een ander teken staat. En ja, zoek dat op, lieve mensen. Want het kan zijn dat het soms verschuift en dat je wat meer in je element zit in bepaalde maanden. En dat Waterman niet resoneert, maar bijvoorbeeld je andere teken wel. Dus dat is echt interessant ook om dat na te gaan. Het enige wat je wel zou moeten weten is je geboortetijd. Maar ja, tegenwoordig kent iedereen dat wel, volgens mij. Maar ja, dat is dus wel belangrijk. Maar ik zeg ook de tekens wat ik zie. Dus aan de hand daarvan kan je ook misschien die tekens opzoeken. Lucht of water of vuur. Aarde. En dan kun je het aan de hand zo... misschien dat beter past. Dus, maar maak het niet passen. Dat zeg ik altijd wel. Dus ga niet... laat het dan gewoon los. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. In ieder geval, algemene reading. Kan van alles uitkomen. Liefde, werk, ik probeer het wat algemeen te houden. Ik bedoel ook wat liefde erbij. Gewoon eigenlijk een beetje van alles wat, laat ik het zo zeggen. Maar ja, de kaarten spreken soms voor zich. En als er meer liefde uitvalt, ja, dan vertel ik dat natuurlijk ook. Dus dat is kan heel verschillend zijn. Ook wel weer leuk, natuurlijk. Ik ga verder. Ik ga eens kijken wat de kaarten te zeggen hebben en wat we mogen weten. Oké, keuzes maken. Vuurteken is dit. Kan ram, leeuw of... ram, leeuw... En boogschutter. Sorry. Die heb ik net gedaan en dan vergeet ik het gewoon. Oeps, dat zijn er heel veel. Je hebt een keuze gemaakt en iets. Kan op werkgebied zijn. Maar in ieder geval, kijk er naar voren.
misschien in het verleden getwijfeld over bepaalde dingen die je wilde doen. Maar dat is voor je nu wel helder deze maand. Oeps. In ieder geval is het een positieve kaart. Een begin van iets, wauw. Maar ook zie ik... Deze was omgekeerd. Die ook. Allereerst viel deze uit. Omgekeerd. Je hebt een keuze gemaakt. Er is iemand met een liefdesvoorstel, maar... De 5 of Cups. Er is een teleurstelling. Dus misschien is een liefde of die aanbieding die je hebt gekregen, kan ook op werk zijn. Niet helemaal wat je emotioneel de vervulling heeft gegeven wat je graag zou willen deze maand. Dat is wat ik zie en deze is omgekeerd. Dus het kan zijn dat je een relatie hebt waarbij die cup wel is aangeboden, maar dat het eigenlijk... Ja, dat het eigenlijk niet, dat het niet meer in balans is. Dat is wat ik voel. Of misschien dat jij die cup aanbiedt, maar dat het op een of andere manier niet aankomt. Dat er een tijdelijk iets is dat... Wat in de relatie gewoon een breuk wil ik niet zeggen, maar dat het niet helemaal lekker loopt. Dat is wat ik zie. Ik zie veel emoties ook. Dat kan vissen zijn, kreeft of schorpioen. En ik zie weer vuurteken. Het kan zijn dat je dat dus in je taart hebt. Dus check dat. Ik ga verder kijken. Maar ja, lieve mensen. Ik zeg altijd kaarten die omgekeerd zijn. Kunnen ook altijd weer hij is nu zo. Maar het kan ook weer zo worden. Alleen, iedereen heeft natuurlijk een eigen wil, zeg ik altijd. Hè? Dus het hangt ook af van de keuzes die je maakt natuurlijk. Of de keuzes die andere mensen maken. Maar ik zie in ieder geval, er komt wel iemand aan. Weer een 3. En dit is aardeteken, steenbok, stier of maagd. Dit is ook weer een keuze. Het kan ook zijn dat je met een contract, dat je een contract kan krijgen met iets. Dus een nieuwe baan. Maar in ieder geval ook een gelukkige kaart. Dus ik zie, je hebt verschillende keuzes gemaakt in je leven. Deze maand, of ga je maken. Maar ik zie in relatiegebied, eigenlijk gaat het op het werk eigenlijk heel goed. Dat is wat ik eigenlijk doorkrijg. Maar in de liefde eigenlijk iets minder, is wat ik voel. En dat kan misschien te maken hebben met de keuzes die jij hebt gemaakt. Dat iemand, of jij, of degene waar je mee omgaat, dat die spijt heeft van bepaalde keuzes. Of van bepaalde dingen in het verleden. Dat de relatie eigenlijk niet meer in balans is daardoor. Omdat jij gewoon misschien voor jezelf kiest. Omdat je graag iets graag wil hebben wat jij gewoon, waar je passie ligt. Dat is wat ik voel. Maar we gaan verder kijken. En anders ga ik gewoon een verdieping in. Ik doe meestal niet met algemene readings vaak. Maar als ik zoiets heb met omgedraaide kaarten. Oké. De 7 van zwaarden. Ja, dit voelt toch als liefde. Maar hij is ook weer omgekeerd. Het kan zijn dat jij in een relatie of bedrogen bent. Dat iemand wel die cup heeft aangeboden, maar eigenlijk niet te vertrouwen was. Dat je er misschien spijt van hebt. Of diegene waar je mee omgaat. Maar ik zie dat jij wel bezig bent... Om dingen te creëren op werkgebied of spiritueel. Of in ieder geval met jezelf aan de slag gaat. Maar er is iemand in je omgeving niet helemaal eerlijk. Of het is geweest. En de 9 zwart. Dus dat is, of de 10 of sports. Ik ga toch een beetje verdieping vragen. Want het is een beetje verwarrend voor mij. Graag wil ik duidelijkheid. Waar de 3 of wands. Wat mag je daarvan weten?
De 5 van zwaarden. Wauw. Het kan zijn dat jij dus een keuze hebt gemaakt op liefdesgebied, wat ik voel. Maar de, wat ik al zei, diegene is niet te vertrouwen. Dit is de sneaky kaart. Ziet hier ook iemand liggen. En je ziet hier ook iemand. Of jij... Ben niet helemaal eerlijk geweest. Of diegene. Pak wat resoneert. Kan ook een third party zijn geweest. Ik zie 3-3-3. En de 5 zwaarden en de 7. Of je zit in een third party. Hebt daar ingezeten. Of jij dat was of diegene. In ieder geval was het niet de liefde die jij zocht. Je had het wel, je hebt het wel gehoopt. Je hoopte dat het dit was. Misschien je twin flame of je soulmate. Maar het kan zijn dat diegene dus niet te vertrouwen was. Of dat jij je... Dus neem wat resoneert. Dus ik wil niet te veel... Ja, ik weet niet... Wat mag ik weten over de Knight of Cups omgekeerd? De Four of Coins omgekeerd weer. Ja, iemand houdt zijn emotie voor zich. Dus het leek misschien of dat diegene of jij... neem wat resoneert. Maar iemand was niet helemaal eerlijk. Die opende niet zijn hart voor je. Die hield vast aan zijn emotie. Diegene gaf wel, ik zeg weer hij, maar diegene gaf wel zijn emotie. Het kan jij zijn of diegene. Maar er is iemand niet eerlijk geweest. Wat mag ik weten over die 5 of Cups? Ja, de maan. Ja, er zijn dingen. Alles leek mooi, maar je bent achter dingen gekomen. Die dus... Het leek allemaal mooier dan dat het was. Het was dus niet hetgeen wat jou gelukkig maakte. Wat je wel dacht wat het zou, je geluk zou brengen. Dat is, maar dat zei ik al. Maar dat is een bevestigingskaart. Ja, iemand is niet eerlijk geweest. Fate en Judgment. Ja. Ja, een Judgment kan betekenen dat je een relatie hebt. Je wilde een nieuwe leven. Of een nieuw commitment. Of misschien dat er iemand weer terugkwam. Maar het kan ook betekenen dat je elkaar weer terugvindt. Dat is ook die kaart. En dat je eigenlijk weet dat je kracht moet hebben om dus... Maar dan zouden mensen open kaart moeten spelen. Maar het kan ook op het werk zijn trouwens. Hè? Want ik ga nu weer heel erg in liefde. Maar het kan dus ook op het werk zijn dat er iemand niet helemaal eerlijk is. Dat iemand zich beter voordoet dan dat diegene is. Dat hij gierig kan zijn. Of dat hij... Diegene heeft spijt. Er is iemand die heeft spijt van iets. En er zijn dingen naar boven gekomen. Het is allemaal niet zoals het leek. Die judgment kaart heeft meerdere betekenissen. Het kan ook een einde zijn. Maar elkaar eigenlijk weer hebben gevonden. Dus dat kan met relatie te maken hebben. Maar het kan ook op werkgebied zijn. Dat je dus eigenlijk het wilde afsluiten. Omdat je eigenlijk weer opnieuw gaat beginnen. En eigenlijk een nieuw contract gaat aangaan. Maar let wel op details van het contract, is wat ik zie. Dus wil je voor jezelf beginnen of wil je met iemand samenwerken? Wat ik zie, let wel op dat diegene wel eerlijk is. En let op kleine lettertjes mocht je iets moeten tekenen. Let goed op hetgeen wat je aangeboden wordt. Dat is wat ik ook doorkrijg. Maar het kan dus twee kanten. Het kan op werk zijn, maar het kan ook beide zijn. Dat je in beide situaties zit. Dat het en op het werk zo is, dat er iemand niet eerlijk is en in je liefdesleven. Dus soms kan het leven heel raar lopen. Maar in ieder geval, lieve waterman. Komen er dingen naar boven? Of ben je achter dingen gekomen? Of komen er dingen naar voren die niet... Ja, die een illusie bleken of blijken te zijn.
En de Star, wauw. Die valt onder de Three of Pentacles. Dus als hij een nieuw contract gaat bieden, let wel op tekens. Hij is natuurlijk wel omgekeerd, hè? Maar het kan zijn dat je dus achter dingen komt deze maand. En dat het daarna eigenlijk weer gaat zoals het, dat iemand open kaart gaat spelen. Dat die wisselfilmen die je graag wil, dus dat contract, dat wel een goede keuze is. Maar dat er wel dingen goed boven tafel moeten komen. Over hetgeen wat dus of in het contract staat. Of in ieder geval iets waar jij een commitment voor moet krijgen. Commitment voor is. En het kan ook op een relatiegebied zijn, hè? Dus dat er dingen naar boven komen. Dat jullie uiteindelijk toch wel weer de weg vinden met elkaar. Maar dat dus wel dat jullie goed met elkaar moeten communiceren. Hoe nu verder. Want ja, die judgment card betekent vaak wel een nieuwe relatie weer, een oude relatie weer nieuw leven inblazen. En die was hier natuurlijk, die relatiekamer, maar die was omgekeerd. Dus het kan best zijn na die geheimen waar jij achter komt, of die illusie die jij... en het kan ook net zo goed jij zijn, hoor. Dat jij degene bent die niet helemaal eerlijk bent geweest. En dat diegene jou toch weer gaat vergeven. Je hebt daar, ja, fate. En weer de Two of Coins, dus... En vanuit daar weer nieuwe keuzes gaat maken. Ja, maar nog één kaart voor de Acht of Cups. Ja. Die valt na op de Seven of Swords. En dat betekent toch echt, mensen moeten iets achter zich laten. Je ziet hier, diegene laat iets achter zich. Dus het verleden. En hier eigenlijk ook. Dit is een kaart, hier moet je van leren. Dus iemand moet leren van het verleden. Die is misschien niet eerlijk geweest over bepaalde zaken. Wat ik al zei, kan jij of je partner zijn of degene waar je mee omgaat. Maar dat wordt wel besproken. Er is iets in het verleden wat niet goed is gegaan. Ik ga nog één kaart vragen. Ja, dan met disje er al. Ja, er moet weer balans komen. Financieel. Opnieuw weer keuzes maken. De balans op maken en dan is alles eigenlijk wel weer in balans. Maar dan moet het oude worden opgelost. Eerder lukt het niet. Maar ja. Er moeten dingen afgesloten worden. Er moet helderheid komen in bepaalde zaken. Iemand moet zijn hart openen. Of eerlijk zijn voordat er weer iets of de relatie, als je daarop wacht, dat weer tot stand komt, moet iemand open kaart worden. Kan jij zijn of diegene? Het wordt je wel vergeven of diegene wordt wel vergeven, want ik zie wel, maar je moet wel die fate die... hoop houden. En met financieel zie ik echt dat er ook geheimen uitkomen. Dat je weer opnieuw de balans op maakt. Dat het dan wel is wat je wilt. Maar dat je dus wel moet opletten of alles eerlijk is gegaan. En eigenlijk leert van het verleden. Wat je niet dat geluk heeft gebracht. Of de baan of het financiële wat je wilde. Omdat er niet iemand heel eerlijk was in je werkomgeving. Maar dat je of weer terugkomt bij die baan, of dat je helemaal iets nieuws gaat ontwikkelen. En dat het wel hetgene is wat jij dus graag wilde. Maar dat je soms misschien nog een beetje blijft hangen aan hetgene wat er is gebeurd. Dat is wat ik ook voel. Maar dat die balans wel komt. Maar dat je dus die oude stukken die je misschien hebt meegemaakt van je werk, op werkgebied, dat je dat ook moet loslaten. Omdat je bent wat wantrouwend daarin. Maar... Je bent een nieuwe weg gegaan. Dat kan ook dat je een nieuwe cursus gaat beginnen. Of je gaat in ieder geval iets voor jezelf beginnen, creëren. Dat kan een cursus. Kan ook een contract zijn wat je gaat tekenen. Maar in ieder geval wees wel alert met hetgeen wat je tekent. Maar uiteindelijk zal het wel de financiële balans geven wat je graag wilt. Dus dat zijn twee boodschappen die ik heb. Ja. En een torenmoment. Dus ja, het kan echt zijn... Dat er iets is geweest wat je echt los moet laten. Wat heel abrupt is geweest. En wat jou van je pad soms brengt. Omdat het best wel heftig is geweest.
Maar je gaat er wel weer bovenop komen. Want het torenmoment kan heel heftig zijn. Maar het is wel iets wat moet gebeuren om weer eigenlijk een nieuw leven aan te gaan. Maar we gaan eens verder kijken. Nu is het meer duidelijk. Maar eigenlijk wat er viel, dat zo zag ik het eigenlijk ook. Maar dan heb ik voor mezelf een bevestiging en voor jullie natuurlijk ook. Dat het ook is wat ik zeg. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik trek liever wat meer kaarten dan dat ik het goed heb. Dat wat ik zeg ook eigenlijk tot verduidelijking komt tot die kaarten. Dat ik het ook kan bevestigen. Dan dat ik jullie in onzekerheid laat. En eigenlijk mezelf ook. En dat wil ik niet. En mocht het resoneren, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En deel het desnoods. Ja, geef je relatie een kans. Dus wat er kan zijn, kan zijn dat je in een relatie zit en dat er dus dingen naar boven zijn gekomen. Dat je toch weer, eigenlijk het gaat, dat het nu uit balans is, maar dat het wel weer gaat lukken. Of het kan zijn dat je helemaal opnieuw begint met iemand. Voor de mensen die aan het daten zijn en dat je vervelende ervaringen hebt gehad. Ja, werk aan je relatie, is duidelijk genoeg. En flirten, deel je lichthartige energie met anderen. En die was omgekeerd, maar ja, daar doe ik eigenlijk verder niks mee. Maar tenminste met de omgekeerde kaarten van die. En houd eerst van jezelf, dus probeer dat ook te doen. Houd van jezelf, dat is belangrijk. Want daarmee, als er mensen sneaky zijn in je omgeving, gaan ze jou ook, of als jij niet van jezelf houdt, lieve waterman, dan gaan mensen in je omgeving je ook zo behandelen. Dus dan kan het zijn dat je in situaties terechtkomt. Omdat je dus niet van jezelf houdt. Dat mensen je ook niet met respect gaan behandelen. En dat klinkt misschien heel hard. Maar zo werkt het wel. Dus houd van jezelf. Sta op je strepen, mocht dat zo zijn. En laat je niet het kaas van het brood eten. Want zeg dan duidelijk wat je wilt. Ook al kan het misschien hard zijn. Maar het is wel nodig. Want jij bent ook belangrijk. Een nieuw begin, wauw. Nou, de peettante van de elfen kondigt het nieuws aan dat er een baby of idee geboren wordt. Bescherm en koester je plannen als een baby. Nou, het hoeft natuurlijk niet te zijn, het is wel happy family card, maar hij was omgekeerd. Maar het kan voor sommigen zijn dat er gewoon weer een nieuw begin komt in je relatie. Dus wat ik al zei, dus jullie komen weer bij elkaar, jullie gaan het weer met elkaar beginnen. Kan het werkgebied zijn dat er gewoon iemand, dat je ja, iets voor jezelf gaat beginnen op werkgebied, dat je de passie vindt. Een cursus gaat volgen of iets dergelijks. Dat je nieuw, dat je dat wisselfilment. Want die ster ligt er niet voor niks. Dat is wisselfilment. Spirituele kaart ook. Ik zie veel spiritualiteit. Dus misschien dat je daarmee bezig bent. En dat het daarmee eens financiële stabiliteit gaat geven. Dat nieuwe begin komt er sowieso. Of dat nou met iemand is. Of op werkgebied. Of beide misschien. En voor de singles, ja, wat ik al zei, het kan zijn dat je in het verleden gewoon dingen hebt meegemaakt dat je het lastig vindt om je weer te openen. Omdat je in het verleden met geheimen te maken, dat het allemaal niet zo leek zoals het is. Misschien dat je aan het daten bent. Maar in ieder geval kom je wel achter dingen. En het kan zijn, of het kan zijn dat je diegene loslaat en dat er weer iemand anders... maar laat wel het verleden los, dus wat ik door Maarten ging. Iets waarvan je weet dat het niet zou moeten eten. Probeer aandacht en gezond te eten. Al zeggen de elfen ook dat je af en toe mag zondigen. Dat zal niet voor iedereen een boodschap zijn. Maar ik ja, moest hem toch pakken. Dus eens kijken. Dan ga ik verder met de wijsheid van het orakel. Wat mogen we daar nog over weten? Herstellen en hogere macht. Ja, dus wat ik al zei. Je hebt gewoon dingen meegemaakt. Of ben je, dan zit je in waar jij dus van moet herstellen. Dat is heel belangrijk, lieve waterman. Want anders kan je niet weer openen. En ook al zijn er dingen gebeurd die niet leuk waren. Misschien van jouw kant of van diegene's kant. Of op je werkgebied. Waardoor je eigenlijk het vertrouwen in mensen kwijt bent geraakt. Want dat is wat ik eigenlijk voel. Want die 7 en die 6, dat is best wel... Of die 5 en die 7 zware
dat kan best wel emotioneel zijn en dat kan je best wel diep raken als mensen je zo behandelen, want het zijn conflicten. Maar probeer dat te zien als een les. En ik zie wel dat je verder gaat. Dus je ontwikkelt, je gaat je wel ontwikkelen. Dus dat is heel mooi. En daarmee ontwikkel je eigenlijk ook wat je graag wilt. Die stabiliteit die je zoekt. En of dat nou in relatie is of op het werk of beide. Ik zie dat wel gebeuren. En hogere macht. Hogere macht houdt in dat er altijd mensen zijn. Of de hogere macht die houdt eigenlijk in spirit. Die jou daarbij gaat helpen. Dus mocht jij ergens mee zitten, mocht je twijfelen of mocht je... Vraag spirit om je te steunen, want dat is wel belangrijk in deze tijd voor je. Nog één kaart van de spirit animals. Maar verder ziet het er goed uit. Alleen ja, er zijn dingen die je moet loslaten van het verleden. Of herstellen. En je openen. De kikker, ruim je rommel op. Ja, dat kan mensen betekenen. Of rommel in je huis. In ieder geval is het zo dat... omdat je waarschijnlijk in deze een beetje een chaotische periode hebt gehad. Of krijgt of middenin zit. Door wat er is gebeurd. Waar je achter bent gekomen. Die illusie. Kan het zijn dat je wat rommelig in je hoofd bent. En dat vind je terug in je huis. Dus ruim dingen op. Dan krijg je weer helderheid. Kan je weer helder nadenken. Betere keuzes maken. Kan ook zijn dat het mensen zijn die je moet opruimen in je leven. Kan collega's zijn. Kan eigenlijk alles. Je familie of vrienden. Die niet meer op één lijn lopen met jou. Die misschien niet eens zijn met de relatie. Dat je misschien weer voor elkaar kiest. En ja, iedereen moet je natuurlijk in een waarde laten. En die mensen kunnen een oordeel hebben, maar eigenlijk mogen ze dat niet doen. Want als iemand onvoorwaardelijk van je houdt, dan heeft diegene geen oordeel. Die zal onvoorwaardelijk van je houden. Zoek die mensen op. Want in tijden dat het minder goed met je gaat, besef je wie je vrienden zijn. En als je mensen in je omgeving hebt die een excuus hebben of... Hoe moet ik het zeggen? Als het niet goed met je gaat, het excuus kunnen vinden van ja maar. Dat zijn geen vrienden. Want vrienden die ja maar zeggen als jij in de problemen zit, zijn geen vrienden. Want, en dat zullen er misschien niet veel zijn die het wel doen. Maar dat zijn de mensen die je moet, ja, die moet je koesteren. En de rest loslaten. En dat kan die personen zijn die sneaky zijn. Maar het kunnen ook collega's zijn. Waarvan je dacht, of vrienden die misschien niet eerlijk zijn geweest. Dat kan natuurlijk ook. Ik zit nu heel veel met liefde. Maar het kan ook vrienden of noem het maar. Pak wat resoneert. Maar in ieder geval mensen in je omgeving opruimen. Passen ze niet bij je? Voelt het niet goed? Laat ze los. Want je krijgt altijd weer mensen op je pad die wel goed voor je zijn. En er komt geen einde aan wonderen. En geloof daar ook in. Creëer ze in september en ga verder. Neem je ervaringen mee. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Ik wens jullie heel veel kracht toe. Want het ziet er wel goed uit. Alleen ja, jullie moeten helderheid krijgen in bepaalde situaties. En dat krijgen jullie ook. En voor sommigen kan het zijn dat het, het pakt goed uit. Alleen er zullen wel dingen... Ja, iemand moet zich wel openen. Er moet eerlijkheid komen. Dat is wat ik heel erg voel. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Wat ik al zei, meld je aan. Abonneer je mocht je nog niet geabonneerd zijn. Doe een duimpje omhoog mocht het resoneren. Mocht je me willen spreken privé, zoek me dan op Facebook. De link staat hier onderin. En verder wens ik jullie een hele fijne maand. En ik hoop jullie snel weer te zien in een van mijn andere readings. Doeg!